Een hele goede morgen. Het is donderdag 7 maart en het is 8 uur 's ochtends. 5 over 8 eigenlijk. En ik moet de auto naar de APK brengen tussen 8 en 9. En ik heb bedacht dat ik hem toch nog even ga wassen. Dan heb ik dus vergeten. En ik vind dat gewoon een ding. Ik wil gewoon dat hij schoon naar de APK gaat. Het is niet alsof hij heel vies is. Van binnen ook niet. Ik ben even op zoek naar iets wat ik even makkelijk aan kan trekken. Maar dat lukt niet, zie je dat? Ik heb echt zo slecht geslapen. Maar ja, dat krijg je dan, hè. Ik ga deze trouwen. Omdat je dan denkt van... Ik moet nu slapen. En dan lukt het niet of zo. Het is niet echt charming, maar ik ga gewoon even lekker. Hoppatee. Mijn Uxie aan. En dan auto door de wasstraat. Stofzuigertje er doorheen. Waar heb ik mijn Ux? Oh, mijn nep Ux hoor. En dan heb ik om 11 uur watergym. Met mijn moeder. Als het goed is krijg ik een leenfiets. Die heb ik aangevraagd. Hoe laat ben ik dan weer thuis? Ja, rond 9 uur. Dus dan kan ik nog uitgebreid ontbijten. Het idee dat ik nu iets moet eten gaat ook niet lukken, denk ik. Nou, daar gaan we jongens. Ik heb dus op Social Deal een voucher gekocht. Als je een car wash and go in de buurt hebt is dat echt een tip. Want dat was dus 13 euro voor het meest luxe wasprogramma. Maar ik had ook helemaal niet gekeken naar de datum. En die was dus tot 9 maart nog goed. En het is vandaag dus 7 maart. Dus het is allemaal perfecte timing. Ik had niet later moeten gaan. Ik heb dus niet zo handig gepland. Want ik heb dus vanmiddag therapie. Half 3 of zo geloof ik. Alleen ja, daar moet ik dus met de auto heen. Dus ik heb mijn moeder geappt van... mag ik de auto lenen? Ik ga hier even van genieten, want ik word hier altijd heel lekker rustig van. Ik zie je dus om iets voor 8:30 komt. Ben je de enige? Dan heb je de hele stofzuigstraat voor jezelf. Kijk. Deze er even opzetten. Oh, wat is die mooi schoon. Wat lekker. Nou gaan we hem even van binnen net zo schoonmaken. Een krasje. Hoe komt dat krasje daar? Dit is altijd dat moment waarop je dan dingen gaat zien die je nooit eerder hebt gezien. Kijk mijn wachie. Ik ben nog steeds zo blij mee. Ik heb hem ondertussen een jaar. Dat is bizar hè, hoe snel dat is gegaan. Ik en mijn QuickFit fietsje gaan denk ik even richting het centrum. Het zonnetje schijnt heerlijk. Dan kan ik mooi mijn Vinted pakketje ophalen en even langs de Douglas. En ik heb het gevoel dat ik nog iets moet doen, maar dat weet ik even niet. Nou, het centrum leeft nog niet, jongens. Alles was dicht, behalve de supermarkt. Dus toen hebben we maar besloten om aardbeidjes te kopen. Die waren alweer op. Zo lekker. En een verse spelbol. En dan ga ik die aardbeidjes op die spelbol doen. Het is lekker en koud tegelijk. De wind is koud en de zon is lekker. Mijn eigen fiets fietst toch lekkerder. Oeh, zo'n verschilletje. Je moet echt heel hard werken. Heel hard werken. Nou, gestopt. Misschien ook wel omdat ik nog steeds een beetje verkouden ben. Maar heb ik voor het laatst gefietst? Zaterdag. Het is vandaag, ja, dat is wel een tijdje geleden. Nou ja, oké, ik ga lekker broodje maken. En nieuwe aflevering van Love is Blind kijken, want daar heb ik er nog een van. Toch nog een beetje rood, hè? Deze valt wel mee. Deze valt wel mee. Maar deze kant. Eentje met rookvlees, eentje met aardbeien en deze erbij. Nou, lekker ontbijtje. Zo, dit ging even bijna mis. Ik was natuurlijk helemaal vergeten dat ik geen auto had. Dus ik dacht ineens, shit,
ik zou gaan lopen, want dan kon ik de auto van mijn ouders lenen. Dat wilde ik dus vertellen, want ik heb dus therapie vanmiddag, dus ik moet naar Werkhoven. Ja, dat is zeg maar met openbaar vervoer niet te doen. Dus ik had het een beetje verkeerd gepland. Maar ja, dus ik had mijn moeder gestuurd, want die hebben de auto van mijn opa en oma vaak ook te lenen. Want die kunnen eigenlijk allebei geen auto meer rijden, maar ze willen ook nog geen afstand doen van de auto. Of ik dan misschien die auto mocht lenen. En dan kon. Maar dan zou ik vanuit de sportles met mijn moeder meerijden. En hem dan gelijk meenemen. Dus dacht ik, ja, als ik nu naar het zwembad ga lopen, dan ga ik het niet meer redden. Dan ben ik niet op tijd. Dus dan ben ik toch maar op de fiets gestapt. Heel snel gaan fietsen. En dan moet ik dan, als mijn moeder, ik breng straks de auto ook gelijk weer terug. En dan kan mijn moeder me even afzetten bij mijn fiets. Ik wil eigenlijk toch ook nog steeds het centrum in. Want die dingen die ik wilde doen, al de hele week, wil ik nog steeds doen. Dus, hè, dan fiets ik dan wel gewoon gelijk door. Maar ik ga nu eventjes iets anders aantrekken. En mijn make-up afmaken. En dan richting therapie. Het was 2:30 en niet 2:30. Dus maar goed dat ik dat nog even gecheckt heb. Maar dan ga ik het alsnog wel redden. Het is ook fijn dat ik al gegeten heb. Ik heb nog wel overnight oats staan. Dus die ga ik nog... Dat is jammer. Dat was mijn afvaldoosje. Nu leg ik het overal. Die ga ik nog even een paar hapjes opnemen. Verder ga ik niet zoveel aan mezelf doen. Deze trui zat heerlijk. Dus die trek ik gewoon weer aan. Met deze broek trouwens ook wel echt een leuke combi. Deze broek is van Naked. Maar die is echt al super... Nou, niet super oud. Maar wel een jaar of 4, denk ik. Ja, wat is super. En die is eigenlijk wel te groot. Maar ja, omdat het toch een wide fit is. Ja, ik vind hem wel leuk. Ik hoop dus heel erg dat jullie me niet de hele tijd heel hard horen hijgen. Maar ik ben zo buiten adem de hele tijd. Dus ik doe mijn best. Maar als ik dan ook nog veel praat, dan moet ik soms echt zo even naar lucht happen. Omdat ik het anders gewoon niet red. Ik denk ook dat ik niet naar bootcamp ga vanavond. Want ik heb eigenlijk bootcamp. Maar ik denk gewoon niet dat het verstandig is. Ik ben en ongesteld en gewoon niet fit. Ik heb heerlijk watergym gedaan. Lekker op mijn dode gemakkie. Is wel mooi geweest. Deze auto heeft zo intens veel knopjes. Het is niet normaal. Het is dus een automaat wat super chill is. Gelukkig heb ik vaker in een automaat gereden. Ik moet wel even tanken. Dus ik ga even een beetje op tijd weg. Hij ruikt ook helemaal naar Opinomi. Het is gewoon bijna lekker. Nou schatjes, de watervaste mascara is goed getest. Ik kan het wel zien, maar het zit erop. Oh, en ik ben geen panda meer, dus ik geef het een 8 van de 10. De wimpers zijn een beetje rommelig geworden, maar ik heb ook constant zo met mijn trui zo erover. Oh, en mijn huid is weer zo slecht. Het is zo droog dat je eigen tranen zeer doen op je wangen. Zo droog is mijn huid. Het echt gaat helemaal nergens over. Maar ik werd toen ik hierheen reed al gebeld door Carwash. Door QuickFit. Dat de auto al klaar is. Dus ik ga nu toch maar gelijk naar mijn moeder. We zijn echt gewoon een half uur langer doorgegaan. Dat vind ik wel echt een van de grootste pro's van haar. Zij kijkt nooit naar de tijd. Ik vraag me af hoe ze dat doet met afspraken inplannen. Want ze gaat echt zitten en gewoon, ze maakt zeg maar het af. Dat je op een punt bent en dan zegt ze ook altijd van, heb je nog iets nodig? Hoe voelt het voor je? Kunnen we het hierbij laten? En dat is zo fijn dat je nu, als je dat half uurtje nodig hebt, dat ze dat dan ook pakt. Dat is echt bizar. Maar ja, het is dus nu... dan ga ik dan nu gelijk maar naar mijn moeder. Dan kan die me afzetten bij mijn eigen fiets. Dan kan ik met mijn eigen fiets, die dus bij het zwembad staat, naar de QuickFit fiets. En dan met de QuickFit fiets mijn auto ophalen. Ja, weet je, laat dat centrum ook maar. Dit is echt de zoveelste keer dat ik het uitstel. Maar ik... Ja, het is ook niet... Het is maar... Dat vind ik een keertje lichter nog tot volgende week, zag ik al. En... die huid... Ik weet gewoon niet wat ik moet. Je ziet het volgens mij niet heel erg. Ja, hier zie je het een beetje, maar het is zo... Het trekt helemaal, het doet zozeer. En je ziet ook het vochttekort hoor. Kijk, je ziet hier al die lijntjes. Ik krijg ook gewoon rimpels, want ik ben ook gewoon 31. Maar deze bijvoorbeeld ook, die trekt veel meer dan normaal. Omdat ik zo'n vochttekort in mijn huid heb. Misschien ga ik wel gewoon vol vaseline op mijn kop smeren en daarmee slapen. Want het is niet echt hormoonzalf, want het is geen uitslag. Het is gewoon puur droogheid. Maar ja. Ik ben helemaal kapot, jongens.
Ik heb het vaker gezegd. Oh, ik moet tanken. En ik ga het nu nog een keer zeggen. Ik zet hem nooit op de handrem, dat merk je wel. Ik ben echt fan van QuickFit. Ik zweer het. Zij belde mij dus van, eigenlijk je remvloeistof even verversen zou wel fijn zijn. Niet voor de APK nodig, maar advies. En we adviseren om hem uit te lijnen. Ik zeg, doe maar wat nodig is. Ik zeg, vind ik alleen maar fijn. Maar ik dacht wel daarna, en ik zei tegen mijn vader, ik zeg, maar toen ik die nieuwe banden kocht, een maand of 9 geleden, heb ik hem ook laten uitlijnen. En ik zat dat even te googlen. En ze adviseren wel ieder jaar te checken. Maar over het algemeen hoeft het niet ieder jaar. En dat is toch €100. Maar ik dacht, ja weet je, ik vertrouw het. Allah, doe maar. Weet je, ga ook niet op €100 besparen. Want het is wel gewoon ook voor het onderhoud van je banden. Maar ook voor je veiligheid. Dus ik kwam daar binnen en hij zegt, ja, even over het uitlijnen. Ik had hem er dus onder staan en dat zag er allemaal perfect uit. Hij zegt, ik had blijkbaar 2 auto's door elkaar gehaald. En dat was helemaal niet nodig. Dus heb ik uiteraard ook niks voor gerekend. Ik zeg, ik vond het wel gek. Ik zeg, maar ik ben blij dat alles goed is. En ja, als het moet gebeuren, moet het gebeuren. Maar super eerlijk, zo fijn. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Want dat is het dus met auto's. Je kan mij alles vertellen. Je kan mij zeggen dat ik €900 aan die auto moet vervangen. En ik doe het. En dat levert hun geld op. Dus eerlijkheid is echt heel belangrijk. En dit bewijst maar weer hoe eerlijk ze zijn. Ik zei, ja, het is ook bijna weekend. Hè. Hij zei, ja, gelukkig. Dus, alleen remvloeistof. En dat was iets van €70, geloof ik. En ik wil graag remmen. Dus, let's go. En een grote beurt had ik dus al gedaan. Ja, die was €360. Dus in totaal was ik nu €440 kwijt. Zeg maar, €430. En, dat is top. Ja, dat is veel geld. Maar het is het onderhoud van je autootje. Hè? En volgend jaar doen we een kleine beurt en dan is die weer goedkoper. Och, ik zei nog tegen mijn vader. Dan zeg maar, ik zit altijd 2 weken tussen die therapie. En dan ergens gedurende de 2e week, dan ben ik weer even van padje af. En dan raak ik het weer kwijt. En dan ga ik weer even... En dan denk ik... Ik weet het allemaal niet meer. En dan kom ik daar vandaan en dan zit ik zo weer eventjes rechtop erop. En het is zo lekker. En ook dat ik denk, ja, ik ben er nog niet. Maar ik ga wel goed. En dat is gewoon super fijn. Dat ik er zoveel aan heb. Maar ik vind dan die, zeg maar, die paar dagen daarvoor. Nou, ik denk eigenlijk had ik het nu wel bijna de hele week. Dat ik er echt doorheen zat. En dat ik het dan even niet meer. Ik zei letterlijk tegen een vriendin. En je hoeft je echt geen zorgen om mij te maken of wat dan ook. Maar ik zei soms. Voelt het alsof ik niet leef. En soms voelt het alsof ik niet wil leven. En niet in een hele dramatische manier. Maar gewoon dat het me allemaal veel te veel energie kost. Dat ik denk, ik kan het niet. Ik wil gewoon rust in mijn kop. En andere momenten ben ik zo uitgeschakeld. Dan is het alsof alles aan me voorbij gaat. En dat is dan ook wel een soort van copingsmechanisme, denk ik hoor. Dat ik gewoon op dat moment even niet anders kan. En dan kom ik hier vandaan. En dan heb ik weer zoveel nieuwe inzichten. En dan heb ik zo... Want het is iedere keer, je blijft me ontwikkelen en er komen iedere keer weer andere dingen. Dat ik denk, man, het is zo kostbaar wat ik met die vrouw doe. Het is wel, en ik ben dan gewoon ook ongeduldig. En dan zeg ik ook, maar ik ben ook 31. Maar ik heb geen haast. En wat ik nu doe, oh man, al duurt het nog 2 jaar. Als ik iedere week daar, of iedere 2 weken daar weg mag gaan met het idee van... Holy shit, ik heb weer zoveel over mezelf geleerd. En ik leer mijn lijf steeds beter vertrouwen. Ik leer steeds beter wat ik nodig heb. Nou, dat is het mooiste cadeau. En het is €100 per sessie. En het zijn er dan 100... Ja, dat is een hoop geld. Ja, dat is een hele hoop geld. Maar het is dubbel en dwars waard. Echt waar. Maar ik ben dus wel gewoon zelf op zoek gegaan. Want die vraag kreeg ik ook nog. En ik betaal het ook zelf. Het wordt niet vergoed. Maar echt oprecht. Ik zou het dubbele betalen. Ik hoop niet dat ze dit ziet en dat ze dit... prijs omhoog gaat gooien. Ik zou het dubbele betalen. En het is dus officieel voor 1 uur. Of is het zelfs voor 3 kwartier? Daar zit ik nu even over te twijfelen. Is het voor 1 uur of is het voor 3 kwartier? Nou, weet ik niet. Maar ze gaat zo lang door als je nodig hebt. En dan berekent ze gewoon die prijs. Zoals voor vandaag is het dus €125. En is het waard? Want als ik er zo over nadenk,
100 keer 100 euro. En ik maar denken, waarom sparen niet zo goed gaat de afgelopen tijd. Maar dit is een investering in jezelf en dubbel en dwars waard. Ik sta bij de Mac trouwens, bij de McDrive. Ik heb besloten mezelf dat te gunnen. Omdat ik ook gewoon echt geen zin heb om te koken. En ik heb ook niks in huis. En vanaf morgen eet ik weer bij het gelag. Dus als ik nu dingen ga kopen, heeft helemaal geen zin. Want de komende 3 dagen eet ik daar. Dus ik gun mezelf dit hapje. Ik kan eerlijk zeggen dat ik vorige week na het werk ook McDonald's heb gehad. We gingen McDonald's halen met collega's. En toen werd ik basic genoemd, omdat ik van Big Mac hou. Zeg basic, classic, classic. Ja, er is geen lekkere burger dan de Big Mac. En ik heb ook nog een kip 6. Want ja, het leven is kort. En na deze McDonald's weer iets korter. Dat is een grapje. Ik moet wel zeggen dat het wel de afgelopen weken... Ik denk dat ik in 2 weken tijd 3 keer McDonald's op heb. Volgende week, maar normaal deed ik dan ook friet. En nu heb ik dan McDonald's op. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ik heb mijn jas nog aan, want ik heb het koud. Dus ik ga gewoon met mijn jas aan, onder een dekentje, mijn Big Mac eten. Joe! Ik heb dus een heel leuk idee. Nee, dat is niet waar. Het is niet mijn idee. Ik werd op het idee gebracht door een collega van mij. Die werkte ook bij de bowlingbaan. En we zaten in de app van het horecabowlen van... Oh ja, we willen eigenlijk echt een keer serieus nu een keer gaan trekken. Oh, eens. Wat is dat toch vandaag? Alles moet op de grond. Serieus een keer gaan trainen. En ik kan heel eerlijk zeggen, ik ben wel de zwakste schakel van het team. Dus toen zei ik, want trainen is dus maar 11,50. Dat is echt geen geld voor een uur. Als je kunt alleen niet reserveren. En er moet een baan vrij zijn. En stel je hebt de laatste baan en er komt een beter betalende klant. Dan moet je stoppen. Dus toen stuurde ik van 11,50 is geen geld. Ik zeg, misschien kom ik wel gewoon een uurtje alleen. Dan ga ik gewoon echt een uur lang echt mijn best doen. Weet je wel, echt uitzoeken van oké, waar gaat het mis? En als je elke keer 4 mensen tussen je hebt, dan heb je, ja, ik weet niet, te weinig tijd om echt over na te denken wat je doet of zo. En toen stuurde mijn collega dus, die zowel bij de nacht werkt als bij de bowlingbaan. Sof, vanavond is het super rustig. Er staan heel weinig reserveringen in. Kom vanavond een uurtje bowlen. Dus ik zei, misschien doe ik het wel gewoon. Want ik vind het niet alleen super leuk. Het zou denk ik ook gewoon oprecht goed voor me zijn. Maar ik ben echt een bodemloze put. Het is niet normaal vandaag. Is dit nou alweer de laatste? Oh nee, nog 2. Deze zijn echt heel lekker. Deze, bij de Jumbo gekocht. Dus ik ga deze nog even naar binnen werken. Dan ga ik lopen naar het zwembad. Want daar staat mijn fiets dus nog. Maar die wil ik daar vannacht ook niet laten. En dan ga ik fietsen naar de bowlingbaan. Hoe leuk is dat? Ik heb er echt zin in. Ergens voelt het zo kansloos, maar ergens vind ik het ook zo cool dat ik dit doe. Let's go. Ik wil 150 halen, jongens. Dat is mijn doel. Oh, small. Is ook small. Ik moet mijn jin. Is ook small. Oh god, het wordt nog lastig ook. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I lose. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. Jongens, ik had een doel. En daarin heb ik gefaald. Mijn doel was 150. Ik heb 135 gehaald, op zijn hoogst. Waar echt makkelijk de 150 in had gezeten. Maar ik... Het is sowieso een kwestie van concentratie. Want als ik niet geconcentreerd gooi... Ja, soms heb je een gelukje, dan gaat het gewoon. Maar over het algemeen, als ik niet goed geconcentreerd ben, dan gebeuren een hele hoop dingen die niet moeten gebeuren. Of als ik heel erg hard denk aan bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwamen er 2 mannen naast mij. En die begonnen ook met spelen. En dan voel ik me bekeken en dan gaat het ook helemaal mis. En dat is natuurlijk wel een dingetje, want ja, over het algemeen zijn alle banen vol en kijk mijn hele team mee. Daar heb ik dus ook last van.
Dus als ik nog een keer ga oefenen, dan moet ik het eigenlijk doen met allemaal mensen erbij. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En het was heel gezellig. Gezellig met mijn collegaatje een beetje kletsen. Maar ik was wel kapot na een uur. Want ik heb 5 rondes gedaan. En toen zei ik, mijn arm is dood. En de rest van de avond heb ik achter de laptop alle posts voor dit weekend klaargezet. Voor alle zaken. Dus dat is ook weer iets wat ik kan afstrepen. En toen dacht ik, ik ga gewoon naar bed. Want het was hartstikke vroeg vanochtend. Ik krijg een heel zwaar weekend. Ik vind het goed met jullie. Waar jullie, dat dacht ik. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.